Wordt de Nederlander Theo Bos de laatste winnaar van de Memorial Rick van Steenbergen? Het zou zomaar eens kunnen. Voor het tweede jaar op rij zit de organisatie met de handen in het haar. Te weinig sponsors, waardoor de wedstrijd allicht niet zal doorgaan. Dat is heel spijtig. Ik heb die koers ooit gewonnen, dus dat was altijd wel speciaal om daar terug te rijden. En dat zou voor mij heel spijtig zijn dat die koers zou stoppen. Voor de supporters is het ook altijd leuk dat je in de buurt rijdt. Dus ja, nu met die koers valt er weer al eentje weg, dus dat is wel heel spijtig. Het was in 2010 dat Van Staaien als winnaar over de meet kwam in Aartselaar. Net als renner uit de eigen streek. De beker die hij won kwam op de voorste rij te staan in zijn trofeeënkast. Dat is terug de eerste keer dat ik hem nu sinds 2010 vast heb. Dus dat is natuurlijk heel schoon voor dat te zien staan en dat je dat op een erelijst hebt kunnen zetten. Hè. Ja, het wordt een collectors item misschien, want ja, het is misschien gedaan. Ja, het is een van de laatste die ik gewonnen heb. Het is een 20e ook, dus hopelijk kan het misschien toch nog wel doorgaan. Hè. De organisatie is nog actief op zoek naar sponsors en hoopt alsnog dat de wedstrijd nog een toekomst heeft.